Goedenavond en welkom. Half september, het wordt sneller donker, het is kil en nat. Ach, zullen we het gezellig maken voor de tv? Wat zei kaka? Lady Gaga. Bij VTM kregen we een vrolijke inkijk in het hoofd van kleuters. Hoe komt die baby in de buik? Die komt uit Piemel. Monumentenzorgwasser met een reeks over een levende legende. We zochten rijden dat worden verliefd op, bij wijze van spreken. 11 september, het is alweer 14 jaar geleden. Ik weet nog waar ik was als die naamste. Meer dan ooit toonde de rechtbank het leven zoals het is. Dan lagen lekker te rampen tappen, En Jani deed weer zijn ding in een paskotje. Wat een style! Kalmte, dames en heren, Tom Leenaerts is er. Dat is toch een ideale man? Oh nee, joh. Alsjeblieft. We beginnen in Breidene, tweede thuis van een gewezen nachtverpleegster en een gepensioneerde leraar zedeleer. Zoet, ik moet gewoon niks drinken van vanavond. En wel, zie. Een gin tonicje, dat zou me niet iets zeggen. Dat ga ik klein maken. Als de chance dan moet hij, dan kan ik dat kleer maken. Als dat niet smokt, dan kan ik niet aan doen. Nee. Oh. Zat, neem je met mijn bord ook, alsjeblieft. Wat? Ik zal die wel zelf nemen. Ik zal wel gaan. Er staat hier James opgeschreven. Gaan we beginnen? Ja. Ja? Welkom in het geheime leven van deze 10 kleuters. Goed kijken, hè? Het gaat over kindjes van 5 jaar. Dat is zoals jij bijna. Miram. Nee, ik ben 6. Ja, en Miram is er? Hoeveel? Een 4. Dus wat zit er tussen 4 en 6? 5. Voilà. Dus dat gaat over kindjes van jullie leeftijd bijna. Even van die broek af. Kinderen van 5 jaar. Ze zijn op een cruciale leeftijd. Professor Peter Adriaanses en dokter Binu Singh zijn twee vooraanstaande kinderpsychiaters. Zij observeren voor ons hoe deze kinderen de vaardigheden leren die later van levensbelang zijn. Mijn pintjes gekocht. Mijn pa, wanneer komen wij? Jullie zaten daar niet in de klas, jongen. Huh? Dat zijn andere kindjes, dat is een andere klas. Andere kindjes. Waarom? Er zijn veel klasjes, hè. Hoe reageren de jongens en de meisjes op een lege klas? Wat doen ze als er helemaal niets is om mee te spelen? Dus wij gaan geen gordijnen nemen. Want als die niet altijd in de gordijnen hangt... is de boel afgebroken. Wordt niet gezellig als je dan thuis komt, denk ik. Sabrina en Roger uit Lier weten meteen hoe het niet moet. Eind november verwacht het koppel een eerste kindje. Is er meer dan een feest vandaag? Ja? Ja. Ik zal mee aan het doen. Je is toch echt het gordijn. Een iPad, nee, geef hem maar een gordijn voor zijn verjaardag. Vind dat tof? Dat is goed genoeg. Die jongens zijn nog altijd wild aan het doen. Mag mij alsjeblieft een beetje slapen, want ik ben De meisjes willen slapen en jullie maken zoveel lawaai. De meisjes zijn toch slap? Oh, de meisjes zijn toch slap, zegt hij. Vriendjes, kom, we gaan eventjes in de kring zitten, kom. En goed, hè, dat de juf er nu bij komt. En dat is ook belangrijk, hè. Dit is een situatie die kinderen uitnodigt om in hun fantasie te gaan, in hun creativiteit te gaan. Maar dat kan alleen als we als volwassenen een mooi, duidelijk, veilig kader maken. Wat is er? Ik heb een baby in mijn buik. Geef dat er niet zeker uit. Je snijdt gewoon de buik open en je haalt het kindje eruit. Voilà. Ah, ja, maar dat deden wij ook, hè. Wij speelden ook en wij sneden ook de buik open, hè. Voor baby's te laten geboren worden. Wow. Welkom opnieuw bij Cynthia en haar vader de baba. En Dre, haar man. Het programma roept vragen over vroeger op. Baby, pinguïn! Ik was een leugen, hè. Hey. Hallo. Was ik een wilde? Oh, we altijd zo rap, alles rap doen. Bij jullie was het altijd Barbie. Barbie. Ja, nee, dan moesten we niks hebben. Wel, dan die hele ras of dat je er een Barbie in al aan had. We vragen Nane om ons te vertellen hoe een kindje geboren wordt. Ik was uit mama poep gekomen. Dat is pleetje. En dan moet papa en mama heel dicht bij elkaar gaan. En dan komt dat zaadje in mama zijn buik en dan gaat het groeien tot aan een baby. Dat vind ik wel mooi gezegd. Heeft de mama en de papa goed verteld? Dan gaan die dicht bij elkaar liggen. Ja.
Niet lepeltje. Is dat waar? Nee. Hoe dan? Hoe dan? Je moet toch geen zaadje in je buik gooien, dan groeit er een baby uit. Ja, maar hoe dan wel? Hoe dan maar, wel? Hoe komt die baby in de buik? Die komt uit piemel. Hoe komt die uit papa zijn buik? Nee, uit jouw. En uit welke piemel dan? Van mama. Ik heb toch geen piemel? Je hebt toch welk piemel? Heb je dan? Een spleetje. Een spleetje. Wat dat meisje zei toch daar juist? Hoe waren wij als 5 jaar? Oh, maar ik kan nog een foto leggen van toen. Kijk, Justine is er hier 5 jaar op. Dat is één keer. 5? Ik was 7. Dat is zo typisch jij, met ons haar zo'n dingetje. Ja, maar dat was het gemakkelijkste. Dat kon ik niet verdragen. Dat daar moest uit in haar gezicht. Niet zo dicht, denk ik. Een beetje anders hangen die klisje hier en zo, dat kon ik niet verdragen. Roan, zeg, alsjeblieft. Heb je een potje gedaan? Nu vind ik het wel dat het erover gaat. Eerst een boerke, nu een protje. Al die manieren, hè. Ik heb duidelijk alleen maar mannen in huis. Noah, de kleinste van Mieke, weet dan weer met zijn been geen blijf. Stop ermee. Jij kunt toch niet luisteren naar de dag van vandaag? Zeg, is het nu zo? Voilà, moet hij eens zien. Ja. Vrijdag 11 september. 11 september, oh, zo'n dag. Goedenavond, 9-11 dus. 14 jaar geleden boorden 2 vliegtuigen zich in de Twin Towers. Dat is al 14 jaar geleden. Man. In New York is er een plechtigheid gehouden op Ground Zero, waar de torens destijds stonden. Wat is daar gebeurd? Had ik een smid gaan zien, je kunt dat niet weten. Hij was nog niet geboren. Deze beelden kent iedereen. Door het flatgebouw. Dat groot flatgebouw in New York. Echt, hè? In New York. Zijn daar mensen in? Ja, loon. Zijn daar mensen in? En dan plots stort heel een boel in, Noah. Meters zo. Kijk. Zie je? De 2 torens die uren erna in een gigantische stofwolk instorten. Grootste catastrofe. Dat is hallucinant. Ja, dat is hallucinant. Ja. Dat vind ik, als ik het nu eens niet eens. Ja. 3000 mensen sterven in New York. Maar op 11 september laat Al-Qaeda ook 2 andere vliegtuigen crashen. Waar is dat allemaal dood? Nee, maar het meeste, hè. Waarom doen die dat eigenlijk? Was het een aanslag, Noah? Wat is een aanslag? Terroristen. Nee, kijk, dat is like dat wij op reis zouden gaan en dan plotseling 2 boze mensen het vliegtuig eigenlijk overnemen. Zodat die mensen echt doorhebben en dan gewoon in New York door een mega hoog appartementsgebouw vliegen. En die springen er nog uit, hè? Kunnen hij uit een vliegtuig springen? Ja. De mensen die in het vliegtuig zijn, zijn allemaal gestorven. Allemaal dood. En mensen in een gebouw, in dat gebouw, hadden zodanig bang dat ze gewoon door het raam gesprongen zijn. Maar dat is hoger dan een huis, hè? Dat is echt een huis met 50 of zo. Vlucht United 93. Een veld in Pennsylvania met alleen maar brokstukken. Nu is er op een heuvel vlakbij een gedenkplaats geopend met alle info over United 93. Ik weet nog maar dat ik was als die naam. Wat was dat? Ik was met mijn auto aan het terugkeren van de brandoefening van mijn werk. Op mijn gemak, mijn radiootje aan. Allee. En op elke post op mijn radiootje was dat vandaag. Ik geloofde dat niet, hè? Jij geloofde ook niet. Je dacht dat dat film was. Ik dacht dat dat een film was. In eerste instantie. Ik kwam daar bij mijn man. Ja, er is een vliegtuig in dat gebouw in New York. Ik zeg, hoe een vliegtuig in een gebouw? Ik zeg, maar dat is misschien een film die ze aan het draaien zijn. Maar ja, daarna zie ik ook dat dat echt is. Hè. Ik werkte bij Procter & Gamble, ja. En dat is sowieso dat ik in paniek uitbrak. Ah ja, die mensen hebben allemaal familie of aangetrouwd. Toen iemand zei, ja. Van dat daar. Ah ja, dat is zo'n blok. Ik was toen in het middelaar. Ja. Zondagavond opgenomen. En dinsdagmiddag was ik even zo'n tv ontzien. En heb ik dat live zien gebeuren. Zo. Zee, maar weet je nog wie dat ernaast u lag? Ja, een ding, een moslim. Een moslim, hè? Ja, maar die mensen was er ook niet gehoven, hè? Nee. Uitgerekend vandaag is Aurélie, de oudste dochter van de familie Sonck, op vakantie vertrokken. Met het vliegtuig, ja. Dan moet lukken dat dat nu ook weer. Ja. Ik heb ze nooit geboekt, hè. Ik weet het, maar ja. Nooit. 11 september, wie vliegt er dan? Ik zie mijn berichtje sturen als ze
als ze aangekomen was. Maar ik heb nog niks ontvangen. Maar jij kunt er nog mee lachen. Want dat moet ook lukken, hè, mama. Ja, dat gaat niet gebeuren. Mijn ouders gaan ze sturen, ben geland. En... Aurélie kan nog niks sturen. Jawel, ze gaan met... Wanneer gaan ze sturen? Ze om 12 uur van nacht? Nee, om 8 uur landen en dan gaan ze met... Aurélie zal niks sturen, weet ik zo. Waar zit de vraken? Oh. Ik ben hier, Mathilde. Oh. Ik heb mijn tas mooi meegebrossen. Ah, wel, het gaat goed. Ik wil vast gewoon drinken, of een café. Dat kan me dan niemand niet verbeelden. Je zet thuis. En ik mijn glasje. Isse. Voilà. Ik heb goed nieuws, mama. Wat? Aurélie gestuurd. Is Aurélie gestuurd? Ja. We zijn gearriveerd, nu op weg naar hotel. Hoe is het daar? Kusjes aan iedereen. Laat mij zien. Lief, hè? Oh, dat is lief. Dus? Awel, ik had niet besluiten. Je moet niet zo bang zijn. Oké. Ja, je moest wel nog met een bus weg, hè? Abel, mijn mama. Ja, oké. Nou, wat gaan we naar Zeeland? Merci, Merks. Ja. Want ook Hilde, mevrouw Jos Willems, houdt van sport. En we zijn weg. En ze is niet alleen. Ook Bertje Vermeire, 5 keer wereldkampioen veldrijden bij de amateurs, en zijn partner willen het zien. Het is Karel met die... Hij heeft ook nog een koers. Hij met een vrouw veel hoor. Hij heeft ook nog een koers. Een vriend nagenomen met mij is ook. Karel, ja. Also, een hele gewone. Hè. En zijn manieren van klappen. Ja, zo heel... Maar ja, zelfs, oh ja, maar zo ziet... Allee, ja, goed, een televisie. Allee, like verleden week zaterdag, ja, op de soupé. Ja, op de soupé, ja. Komt hij zoiets naar ons. Allee, ja. Ja. Ik vind het echt een nagenomen mens. Welkom in deze zoektocht naar de wereldwijde erfenis van Eddy Merckx. Ja? Verzanendheid, zeker. De grote man, hè. De beste, hè. Bij andere sporten is er discussie over die of die. Hier niet, hè. In wielersport weet iedereen, zegt iedereen, over heel de wereld. Merckx. Als je die zag rijden, dan word je verliefd op, bij wijze van spreken. Heb je hem nog ontmoet? Ben je dat hij nog koerst? Ja, absoluut, absoluut. Waar, hè? Ah ja, we zijn eens bij de Koninkanol geweest, hè. In de jaren 70. Oh, je wereldkampioen ja, was? Ja, toen met Erik de Vlaming en Jean-Pierre Mosser. Wat van Merckx dan ook? Ah, ja. Wereldkampioen of het wat? Ik heb 5 jaar bondscoach geweest, hè. En Merckx was dat ook. Tour de France 1969 zal ongetwijfeld de historie ingaan als de glorieuze Tour van Eddy Merckx. Eddy Merckx won hier de Tour van 1969 met een voorsprong van 17 minuten en 54 seconden op de tweede. Hij won in dat jaar ook alle nevenklassementen. Een prestatie die nooit nog werd geëvenaard. Eddy is hier voor het eerst in al die jaren terug. Dat moet ook nog eens even aan, hè. Dat is zeker dat. Mooiste dag van mijn loopbaan, hè? Cipal, 69. Dat is een kinderdroom die in vervulling gegaan is. Hè. Dat is voor mij dat het mooiste moment van mijn loopbaan geweest. Hè. Dat zou wel, hè? Dat is door vol, hè? Ja, ze vroegen dat ik ze aan nu ook. Ja, ik heb 5 keer wereldkampioen geweest. Hè. En de eerste keer. En zo, de schoonste. Ja, dat zou wel. Echt waar, dat is iets. Daar mogen we vaak wel trots op zijn. Dat vind ik wel, hè. Ik vind dat wij als Belgen ongelooflijk trots mogen zijn op de Merckx, hè. Dat is zo. In heel de wereld, hè. Ja. Heb je een Merckx? Holland, heb je een Merckx? Frankrijk, heb je een Merckx? Heel de wereld, hè, niet wat we hadden. Al wel zo'n klein landje, hè. We hadden een Merckx. Allemaal nog zonder pillen pakken? Nee, hij is gepakt voor pillen te pakken. Ah, echt? Meen je dat? Ja, ja. Dit was vroeger Hotel Excelsior. Hier werd Eddy Merckx op de hoogte gebracht van zijn uitsluiting uit de Giro van 69. Ah, ik heb dat ook gezien. Ik heb dat beeld ook meegemaakt. Wat hij daar in dat hotel lag. Hij schreeuwde. Hij lag te schreeuwen op dat bad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook leuk. Je wist niet wat er gebeurd was. Ik was zo zeker dat we een president waren. Controles. Ik had al gezegd. 10, 12 volten deze Giro. Controles. Ieri per. Ja, ik zie het, is dat ik me nog herinner. Dat ben je het, ja. Gelukkig maar hebben de mensen niet gezien wat er gebeurd is in Savona. Toch serieus reusgenat. Dus ben je ook al zo, hè? Van de neusdruppels. Ja. Dat was ook ons oude, hè? En er zit ook een medaille afgepakt. Ja, dat is waar. Daar heb ik wel spits van dat ik die medaille niet weer in. Maar kom. Ik ben niet zeker of je moet kijken, maar dat ik dat 6 jaar nog 22 cross wonnen. Alleen, dat jaar erop, ja. Zonder neusdrop. Als je ze er niet meer geroepen hebt, en dat is het dan geweest. Die is er niet meer over gesproken geweest.
een kampioen die zijn sport overstijgt. Ja, ik word nog meer supporter van u. Ja, maar ja. Hij was nog jong, hè? 14 jaar. 14 jaar. Ik weet het nog, hè, dat ik een eerste keer zien dat ik 14 jaar was. Dat heb ik onthouden. Ja, hij zat dan toffelijk in de café daar. En ik zit er naar rust erin en ik zit tussen kom. Ik zeg, moet je weten wie dat ik zien Bertje Vermeijeren. En dat was ik. Leuk hot, hè? Leuk hot. Ja, pas op. Ja, iedereen was supporter van u. Dat was dat zo, hè? Iedereen was supporter van u. Ja, dat was toch juist Uriet al goed ook, hè? Ja. Hij was van de cross en Marks van. Ja, Marks is, dat was de top, hè? Ja. Ja. Dat is toch straf en mate. Elke keer dat ik mijn hand erop leg, stopt hij. Zwijg, mijn kind. Je doet dat ook, hè? Het is mijn vader dat je zegt dat al naar boven komt, hè? Ja, dat is. Papa gaat fier zijn op mij, hè? Het even zo doen. En als ik zal ja roepen, dan moet je terug. Oké? Okay? Nee, ik heb toch niet ja geroepen. Gaan wij quizzen, papa? Quizzen? Kalmte kan je redden. Ja. Goedenavond. Vijf aangename Vlamingen moeten hun stress onder controle houden. Want hoe rustiger ze zijn, hoe meer punten ze verdienen. Toch geen quizzen, nu. Ik haat dat quizzen. Dames en heren, hartelijk welkom bij Kalmte kan u redden. De nieuwe quiz van Tom Leenaerts was het kijkcijferkanon van de afgelopen week. Al keek niet iedereen helemaal vrijwillig. Kalmte kan u redden, ja. Ik ben benieuwd. Ik weet nooit niet die quiz, wanneer dat is voor mij in te schrijven. Daar heb ik mij al altijd eens van gehoopt, hè, dat ik sowieso een quiz mocht meedoen. Ja, op de stressmeters van onze kandidaten kan u zien hoe gestresseerd ze zijn. We meten immers voortdurend hun hartslag en vergelijken die met hun hartslag van 1 minuut ervoor. Man. Dat meen je niet. Ik heb sowieso al een snelle hartslag. Ik denk, omdat je dat weet, hè, dat maakt het moeilijk. Omdat je dat weet, hè. Nou, je dat volgens mij niet controleren. Nee, dat denk ik niet. Ja, wel. En wat u vooral moet onthouden, in het groen zijn de kandidaten rustig, in het oranje zenuwachtig en in het rood in de stress. Is dat zijn die rode strippetjes of wat dan? Of ja, natuurlijk. Bij mij zou die altijd in het rood zijn dan. Onze eerste kandidaat is de rust zelf. Uw applaus voor Veerle. Amai, ja. Kijk hoe rustig dat hij is. Amai. Hartelijk welkom, Veerle. Oké, dank je. Ziet u net slag? Zie, dat kun je niet controleren. Zo. Zeker dat je dat weet, dan... Je gaat in het rood. Heb je een vriend? Ja. Aan welke criteria moet de ideale man voldoen? Rustig en goed luisteren. En... Rustig en goed luisteren, dat is eigenlijk een hond. Dat is toch een ideale man? Allee, jong. Rustig en goed luisteren, alstublieft. Een goede man moet goed luisteren. Schat ik, hè? Ja. Nee, kom dat zo. En wat is zijn naam? Hoe heet hij? Matthijs. Matthijs. Sterkte, Matthijs. Kom maar, jong. Ik wens je heel veel succes. Vele! Ja, Tom dan doet dat ook wel goed, hè. Ja. Zie, maar ja. Zie, dat is dat lach, hè. Goed kind dan al jaren, hè. Ja, oei. Ja. Ik heb praktisch in al zijn programma's gezeten, de paprijmers. Ja. In het publiek altijd, hè. In publiek. Ja, altijd in het publiek. Ik heb dan al gekust ook. Maar, dat is echt. Stavros. Dat klopt. Keiharde Griek. Half. Wat is jouw achternaam? Kelepouris. Hoe? Kinepolis! Dat is van de cinema. Kinepolis. Kinepolis? Ja. Stavros Kinepolis. Vijf topkandidaten. Ik ben heel benieuwd of de kalmte hun kan redden. En dat merken we meteen in ronde 1. Nu begint eindelijk de quiz. Dat programma is al een half uur bezig. In ronde 1 heeft elke vraag 1 antwoord. Bij een juist antwoord krijg je de punten van je zone. 30 is dat bij groen, 20 bij oranje en 10 bij rood. Hoe rustiger je bent, hoe meer punten je dus krijgt. Nous commençons avec une question en français. Bob et Bobette sont des amis. Bobette a une poupée. Mais quel est le nom? Van Frischiel. Van... Eerst afgedrukt door Stavros. Van Frisch. Ja, Van Frisch of zoiets. Je zat in het oranje toen je antwoordde, dus je krijgt 20 punten. Dat is het systeem. Ik word dat vergeten. Bob en Babette. Ja, niet Babette, Bobette. Of de wacht, nog één. We kijken naar een foto. Het lijkt het werk van een te creatieve architect. Maar de kronkel in deze brug tussen China en Hongkong heeft wel degelijk een fu. Opnieuw Stavros. Ze moeten wisselen van baanvak, omdat de landen aan andere kanten van de weg rijden. Oei. Het zal juist zijn.
Helemaal juist. Dat was ongelooflijk. Zie je het? Dat zie je alleen en Tom Leenaars gezicht. Dat is mij. Een immigrant speelt iedereen niet naar huis. Epicuur, hè? Ja, maar de schrappig bedoelde. Zoals Griekenland Socrates heeft, zo hebben wij Gringo van Temptation Island. Met welke woorden citeerde hij in dat programma? Stavros. Talk to the hand because the face don't want to hear it anymore. Ik stel voor dat je de andere kindjes ook laat meespelen. Ja, maar die is wel snel, want die vragen zijn nog niet uitgesproken of die weet het al. Dat is een geleerde, dat zie je. Einde van deze ronde. Geef de volgende eindstand 40, 60, 20, 100, 120. Stavros is de te kloppen man. Ja, ze. De Kinepolis. Hij heeft wel goede reclame gemaakt voor de Kinepolis. Vierde ronde. Hoeveel rondes zijn er? Dat weet ik niet. En na die rondes kwam nog een finale, Pipo. Welke twee Vlaamse boeken zijn hier door elkaar gehaald? Villa de Dozen van Tom Elschot. Stavros. Lege dozen. Kartonnen dozen, Stavros. Oh. Nee, arme Stavros. Stavros. Die zijn verliezers. Ja. Ik had toch gedacht dat de Stavros de finale zou gespeeld hebben. Dat is dus ongelooflijk verrassend. Ja, verrassend. Een verrassend spel. Ik stel één vraag, maar tegelijkertijd verschijnt er op jouw scherm een andere vraag. Ah, oké. Okay. Maar als je 10 keer in slaagt om 2 goede antwoorden tegelijkertijd te geven, krijg je 10.000 euro. €10.000, man. Holy baloney, ze moeten van hun geld af, zeker? Wat zingt Walter Grootaars na Ik wil je? Blijf bij me. Goed. Wat is het enige buurland van Portugal? De ene moet die antwoorden, de andere moet die drukken. Ah, die moet die niet aan, die moet gewoon drukken. Ik word zenuwachtig in die mengs aan pluts. Ja. Hoe wordt de Ronde van Italië nog genoemd? Giro. Goed. Wat is de kans dat je met een dobbelsteen een 6 gooit? Ja, eit en 10.000 ballen. Oh! Dat is niet waar. 10.000 ballen kwijt. Ja, ja. Euro's? Euro's? Ja, euro's. Nee, dat is 400.000 ballen. Ja, pasjes te zeggen, 400.000 ballen. Zeg. Ja. Ik denk niet dat er velen dat halen, hoor. Volgende keer kijk ik terug. Ik niet, ja. Wel, ik ga elke week kijken. Ga je elke week kijken? Ja, ik vind het een tof programma. Ik vind het zo erg voor dat hij niet gewoon. Ik wees dat we een paar keer gaan moeten zien, hè. Maar dan moet goed weten hoe dat hij in elkaar zit. Auw. Allee, hoor. Vieze. Nee. Op mijn scheen doet dat wel. Ja, dat doet pijn. Maar. Zijn je baby mee, hè, Noah? Dag, beste vriend. Dag. Niet op de kas, hè, Suske. Niet op de kas. Hè. Ja, een keer goed eten. Ja, ja. Zullen we naar de rechtbank kijken? De Gentse rechtbank. Mieke uit Waarschot, die weet precies waar het is. Ik ben er al geweest voor, ja, het is eigenlijk... Omdat ik door het rood gereden was. Een hele zware voet, hè. Door het rood gereden en 86. En je mocht daar maar 50. Ja, en het was rood, dus ja. Moest dat naartoe, hè? Ik heb een maandrijverbod gehad en een serieuze geldboete. Ja, mevrouw de procureur. Ja, meneer reed met zijn verlooprijbewijs op een niet toegestaan tijdstip. Hij was vergezeld van een passagier, zijnde zijn vriendin, die geen rijbewijs had. Meneer politierechter, toen dan mijn cliënt het voertuig van de politie zag, dan wist hij letterlijk hoe laat dat was. Te laat. Maar goed, ja, hier is de manifest in de fout gegaan. Dus ik kan alleen maar mildheid vragen vandaag. Wij begeven ons naar het voertuig en horen geluiden die afkomstig zijn uit het voertuig. Wanneer wij het voertuig naderen, zien wij niemand in het voertuig zitten. Oei, dan kunnen er dan geluiden uitkomen. Op het ogenblik dat wij aan het voertuig komen, zien wij 2 personen op de achterbank liggen. Oh, nou, dat is een heel ander verhaal, hè? Dat lagen lekker te rampen tappen. Ja, ze waren nog niet aan het rijden, eigenlijk. Ja, ze waren toch aan het rijden. Maar ja, ze waren waarschijnlijk het stuur aan het zoeken. Roger droomt er zelf van politieman te worden. Hij ziet de scène zo voor zich. Tung, tung, tung. Hallo, die ligt erin zo. Hela, wat zit jij aan het doen? Ja, dat is misschien zijn stuur ontzoeken.
Wat zei ik vroeger altijd? Ik heb een chique cassette in de auto. Kom luisteren, goede muziek. Dus je hebt ook al in de boos een cassette laten horen aan een meisje. Moet ik wie was erbij? Mijn zuster, wie was erbij, Lee? Ik heb nodig... Moet ik alles zeggen of wat? Ik heb nooit een cassette. Een auto niet op de motorkap, ik zei het toch en ik bezweek. Ik heb nooit een cassette gehoord van. Nee, maar dat staat in de auto. Ja, zeker niet, hè? Wat stond dat? Omdat je geen cassette wou luisteren. Een heilboete van 200 euro. De helft met uitstel 3 jaar. En een rijverbod van 15 dagen. Oh, dat is nou je overdrijven. Heb je gewoon nooit gerampetemd? Daar kan ik niks van zeggen. Het wordt tijd dat we dat nog eens doen. Dat is toch geen leeftijd op zich? Dat is juist heel laag. Oh. Maar het kost 200 euro, dat weet je. Als ze pakken. We laten ons niet meer pakken. Ik ga ondertussen nog iets drinken, Luc. Want zo'n gin tonic dat is wel veel groter dan een glasje. Ja, pak maar een glasje. Oh. Neemt u maar plaats. Oei, oei. Wat heeft hij gedaan? Als je goed kijkt naar de verjaardagsdatum, morgen wordt hij 97. Nee, 97? Ik had al een glazen oog, een houten been, een plastieke arm. Een nieuwe knie. Ik was gans eraan al. Nee, hij heeft een verkeersongeval veroorzaakt op 10 augustus vorig jaar in Kokseide. Heeft een fietser aangereden tijdens het kruisen. Allee, die rijdt nog auto. Dat is ook... Dat is niet verantwoord. En er is een persoonlijke verschijning gevraagd. Om de rijgeschiktheid te beoordelen, is niet bereid om zijn rijbewijs vrijwillig in te leveren. Mijn man, het is een cutie. Ja, cutie, het zou maar zijn dat hij uw kind aanrijdt. Maar ja, Alia. Cutie. Nee, ik drink al 5 jaar geen alcohol. Hij drinkt al 5 jaar geen alcohol. En geen alcoholieke en geen drugverslaafde. Ik ben ook geen drugverslaafde. Oh, de rechtbank is van de oordeel dat de lastlegging niet bewezen zijn. Ik spreek u vrij, meneer Kostmans, de Belgische staat. Volledig vrij. Die spreekt u vrij. Ik kan gaan zonder wandelstok. U kan gaan zonder wandelstok. Had u toch die stok niet mee om te slaan naar ons? Nee. Je kunt natuurlijk de discussie dan aangaan. Hey, moet je een leeftijd inlassen, ergens in de wetgeving, waarop je zegt van oké, tot die leeftijd mag iemand auto rijden en vanaf dan is uw rijbewijs bijvoorbeeld ongeldig. Ja, ja, moet je rijbewijs inleveren? Dan moeten ze zeggen, rijbewijs, je mag tot zo die ouderdom rijden. Dan moet er een wet komen. Nee, tot die ouderdom niet. Want jij kunt 70 zijn en nog heel... Oké, dan tot die ouderdom. Nee. Maar gaat je ieder jaar kan om, getrokken om de 2 worden. Jaar naar de keuring. Ja, gelijk de keuring. Auto. Ja, gelijk de auto. Keuring, de brug op. En dan kijken ze van onder of je kunt rijden of wat. Alsjeblieft, Ali. Of je vitesse nog bollen. Nee, zo bedoel ik. Nee. Ik bedoel naar de keuring bij de dokter. Ja. Ik ga nog een kusje. Op mooi, we gaan me nou aankragen. Dat is een opflakkering van mijn liefde, hè, kameraad. Oh. Dat ben ik niet goed van, hè. Doe dat hier. Dat is rampetampen. In de notto, hè. Of in het caravanneke. Dat geeft al niet, de coach. Oh. Zo'n man, zo'n vrouw? Ja. Zo'n man, zo'n vrouw. Halleluja. Jani Kazaltzis, die ligt duidelijk beter in de markt bij vrouwen dan bij mannen. Het is niet waar, hè, zeg. Het is niet waar, hè. Ons mama zegt dat ook altijd. Ik wou dat Jani mijn schoonzoon was, zegt ze. Maar jij zit ook goed. Dan denk ik dat ik met mijn moeder eens moet gaan klappen, hè. Allee, kom, move it. Goeiedag. Lady Gaga. Oei, Lady Gaga. Wat zei je? Kaka? Lady Gaga. Wat gaat hij doen? Die gaat die kleding aan doen. Of aan de kleding was ze goed mee staan. Of, hè? Is dat de bedoeling? Die gaat die restylen, hè? Ja. Goeiedag. Dag, dat is Jeffrey. Dag Jeffrey, hoe gaat het met jou? Goed. Alles goed? Haar zoon heeft erin geschreven. Oh. En een derken en een pantervelletje hier. Mama. Is dat een koppel? Ja. Of is dat haar zoon? Nee, een koppel. Zo, hoeveel jaar zit er verschil op jullie? 24. 24 jaar, hoeveel jaar ben je dan? 29. Al is dat 52. Oh, 29, Luc. Dat kon in zijn moeder zijn. Ja, zie. Dat is toch niet erg? Een toyboy, hè, Emily? Breng me maar naar jouw kleerkast. Ja. Jij mag die neerzetten tot straks, hè? Ik vind het leukste deel van het programma, de kleerkast. Trap het af, jong. Dat blijf ik niet zien. Nou, zoiets, dat blijf ik niet zien. Hè. Dat kan ik niet doen. Nee.
Dat is tegen mijn natuur, hè. Zit er maar alleen in, hè. Zeg, alsjeblieft, hè. Hier, zijn we wat konijnenoren. Zo, je kunt naar de Playboy Mansion. Direct. Zie! Oh, dat is nog afschuwelijk. Zie je, zeg, met Mathilde, als je die vrouw nou goed beziet, is dat ook geen man geweest, hè, meneer? Ik vind dat hij zo man zegt hoe het ziet. Wat ook liever een jongen geweest. Echt? Ja. Oh, schat, zeg niet zo dingen. Maar een echte man, hè? Nee. Jij maakt die andere altijd uit, dat zal u leren. Zeg eens. Jeansbroekjes. Ah, die was een klein beetje gescheurd. Dat is heel lief. We zijn weggeweest over laatst. Hij zat een beetje verder gescheurd. Dus hij heeft een jeansbroek mag gehad. Oh my god. Wat vind je dat? In de tijd zetten ze in de mannenbroeken geen zakken. Als hij vrij rond instak, was het direct per plots. Nee, dat is niet waar. Je zegt dat. Ja, dat is wel waar. Is dat echt? Vroeger jij en de vrouw, wat voor broek aan de aan? Er waren toch twee pappen dat in gedres was toch open? Dan heb ik bij mijn muur niet geweten. Wacht eens, de snelzeiger zal ze dat tegen. Ja, maar dat is juist. Ja, het woord zeggen. De snelzeiger, dat bestond. Dan moet ik toch goed kijken. Zo. En niet jaloers worden, hè. Allee, meent is af wat. Dat is een onderbroek van mij. Ah, maar ik heb zo'n pyjama. Heb je die wel gezien met dat pyjama, dat rood karaoke zo? Ja. Daar lig ik schoon in mijn bed, hè. Ik durf niet te gaan shoppen. Ik wil... Mag ik muziek melden? Kan dat voor één keer? Tada! Oh jee. Weet je wel dat ze bij elkaar passen qua stijl? Wel bestel. Ja, oké. Kent je Kanye West? Nee. Kanye West? Nee, de man van Kim Kardashian? Kent je de Kardashians? Nee. Alleen, ik kan alleen maar Vlaamse zangers. Ken jij de Kardashians, mama? Nee. Ze hebben ons de Kardashians van de Aldi genoemd. Kijk nog eens goed naar elkaar. Want zo gaan jullie er niet meer uitzien. Oh, ben ik benieuwd. Het kan goed gebeuren dat je er niet mee wilt. Hoeft die aan? Oh, jong. Ik vind het een beetje eng eigenlijk. Ja. Dat is goed, hè? Ja. Goed. Ik vind haar niet goed. Nee. Ik vind dat te jong. Ik weet het niet, te strak. Ik weet het niet. Mama, is dat afschuwelijk? Ja, maar dan ben ik gezet 52 jaar en jij de rokje aan of dat je op de kermis moet gaan staan. Ai. Ik had toch een stressje, Nikke. Echt waar. Maar heb je niet goed gekleed of wat vind je dat, Jani? Ik vind dat echt niet. Alsjeblieft, je kon niks misdoen, Nelly. Ik kon die ook aankleden, je kon niks misdoen. Moet je niet Jani zijn. En dan kleed je... Hoe heeft hij aangekleed? Maar is goed. Dat is altijd beter dan daarvoor, ja. Yes, I'm the man, wait. En ik heb van de nacht gedroomd dat ik moet gewoon rondrennen voor je af te vallen. Rondrennen voor af te vallen? Ja. En dan moet Kika hier staan en dan daarna. Nee, maar ik kon dat niet doen, zo. Mooi ook bij al. Ik loop niet gek. Het is goed, het is tijd. Morgen vroeg wat. Ja. Tandjes poetsen, pipi doen. Ja. En naar boven. Nou, Rieke is de kot. Ja, goed. Cool. Oh.